Ik ben Jan, ik werk voor Bubblepost en bij Bubblepost hebben we de missie om de steden te gaan vergroenen. Dus wij doen distributie, stedelijke distributie, op een groene en duurzame manier. Dus het vervoeren van pakketjes, dat kunnen pakketjes zijn van e-commerce, shops, maar ook voor horecaleveranciers, dus levering naar restauranten. We zijn opgestart in 2013 in Gent, dus hier in Gent, met twee fietsen. En vandaag zijn we actief in 15 steden in België en Nederland. We hebben een 100-tal voertuigen, zowel elektrische cargofietsen als elektrische bestelwagens. En werken we met 200 man ongeveer. Wel, het idee of het concept is eigenlijk ontstaan in Gent door de drie oprichters, dus Ben, Michel en Anthony. Alle drie afkomstig uit Gent. En ze zagen eigenlijk dat in hun stad dat er eigenlijk veel meer congestie was dan vroeger, dus congestie neemt steeds meer en meer toe. De steden zijn niet meer super veilig, mobiliteitsproblemen. Dus het is eigenlijk niet aangenaam om daar te gaan werken, naar school te gaan, te leven, te gaan shoppen enzovoort. En daarom wouden ze eigenlijk, of willen wij vandaag nu zoveel mogelijk onnodige bestelwagens en vrachtwagens uit de stad houden en die eigenlijk gaan vervangen door meer efficiënte voertuigen, kleine voertuigen, maar vooral ecologische voertuigen. Maar het moet een flinke uitdaging zijn, want ik rijd nu een paar dagen in België. En laadpalen zie ik eigenlijk helemaal niet staan hier nog bijna. Nee. Dus nee. Hoe lossen jullie dat op? Nee, klopt. Heel weinig laadpalen, ook heel weinig CNG-tankstation. Laden zelf doen we in onze magazijnen. Dus 's nachts, in elke stad waarin we actief zijn, hebben we een magazijn aan de rand van de stad. Daar laden alle wagens eigenlijk 's nachts op. Dan kunnen die weer een hele dag rijden. Maar als er CNG moet bijgetankt worden en de koelwagens, dan moeten we soms een paar kilometers omrijden om echt een CNG-tankstation te kunnen vinden. Ja. Dus, maar ja, het komt. Dus, er zijn meer en meer plannen voor CNG-tankstations, laadpalen enzovoort. We zien dat wel opkomen. En België heeft daar nog altijd, is een van de landen die daar nog wel een voorsprong in heeft. Want als we kijken dan naar Frankrijk, Spanje enzovoort, daar hebben we helemaal niks. Daar kennen ze het bijna nog niet.